Mijn naam is Jos van Ginneken. Ik ben 20 jaar en ik woon in Terneuzen. En daar ben ik gemeenteraadslid voor het CDA. We zijn bij het Leger des Heils in Terneuzen. Sinds mijn 15e doe ik 2 keer per week vrijwilligerswerk. Jos wist helemaal niks van armoede. En het Leger des Heils is juist de plek om dat te leren. Hier komen we samen om koffie te drinken, samen te eten, te zingen, met elkaar te praten, even gezellig samen te zijn. Hij heeft ook ontzettend veel voor ons betekend. Hij nam ontzettend veel werk uit onze handen. Ik sprak met een oude echtpaar hier, we waren aan het eten. Zeiden, oh nou leuk, we krijgen een kerststol mee van het Leger des Heils. En dan hebben we dus nog wat voor kerst, om lekker samen te eten. En dat was het dan. En dat soort dingen, dat maakte wel heel veel indruk op me. En dat dacht ik ook wel, dat moet eigenlijk niet kunnen in een land als Nederland. Ik denk ook wel, iemand moet gewoon ook dat verhaal in Den Haag gaan vertellen. Voor al die mensen die nu niet gehoord worden. Ouderen die hun zorg niet meer kunnen betalen. Gezinnen die niet meer zoiets simpels als een verjaardag kunnen vieren. Mensen op de vlucht die gewoon om hulp vragen. Al dat soort mensen die nu niet gehoord worden. Hun stem wil ik laten horen in Den Haag. Jos is gewoon onze Jos.